Dit is Flevoland van zondag 14 juni. In het Lumière Park in Almere vond vandaag een Black Lives Matter demonstratie plaats. Hierop kwamen zo'n 3000 mensen af. Tijdens de demonstratie waren er diverse sprekers. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Minister-president Mark Rutte, stap uit je bubbel, je hebt een beter netwerk nodig. Je bent niet alleen de president van Henk en Ingrid, maar ook van Abdel, Youssef, Ahmed, Fatima, Zeynep en Kimania. Ik hoorde je in een speech zeggen dat je pas vorig jaar mensen bent tegengekomen die aanstoot gaven aan het racistisch karikatuur Zwarte Piet. Ik zeg dan, damn, eerlijk is eerlijk, beter laat dan nooit. Wat ik hoop en wat ik wil voor de toekomst. Dat mijn kleinkinderen na over 55 jaar dit niet meer hoeven te doen. Mensen, er is werk aan de winkel. En dan bedoel ik het voor wit, voor zwart, voor alles die daartussen zit. En wat mij betreft, genoeg onderzoek naar racisme in Nederland. Racisme bestaat in Nederland. Dus wat dat betreft, geen onderzoeken meer. We moeten gewoon aan de slag. We zijn hier aan het protesteren. We zijn hier aan het demonstreren. Tegen een onzichtbare, een zichtbare, een wrede, misselijkmakend, besmettelijk, angstaanjagende, vieze, gemene, dodelijke tegenstander. En geloof me mensen, het heet geen corona. Het heet geen corona. Want geloof me, racisme en het broertje ervan, discriminatie. Als ze zo doorgaan, als ze zo door blijven gaan, alleen maar toe blijven kijken. Gaat ons allemaal de kop kosten. Want we gaan elkaar op een gegeven moment niet meer leuk vinden. En daar kan ik gewoon niet tegen. Dus laten we blijven strijden tegen deze vieze tegenstander. Ik heb 3 prachtige kinderen met de karamelkleur. Ze zijn 10, ja, 16 en 3. Deze 3 kinderen zijn hier 300 meter verder geboren in het Flevo ziekenhuis. En nog moet ik ze vertellen. Dat ze kunnen niet oprotten naar hun eigen land. Want dit is hun land. Laten we leren van onze kinderen. Maar laten we hen ook leren. Laten we leren over onze geschiedenis. Zoals die werkelijk was. Nelson Mandela Madiba die zei ooit eens. History depends on who wrote it. So let's start writing our own history, people.